automerking. In de pauze hebben wij weer onze befaamde loodjesverkoop, waarmee we weer leuke prijzen kunnen winnen. Prijs van de loodjes, 4 voor 1 euro. Als u een prijs gewonnen heeft, kunt u na afloop van de voorstelling de prijzen bij de prijzenstapel afhalen. Ook willen wij u vragen uw mobieltje in de trilstand of nog beter helemaal uit te zetten. In het kort iets over te zien. Het speelt zich af een rustig stadspleintje. Wanneer de gemeente besluit dat de werkplaats van de familie Sterk moet verhuizen naar een naburig industrieterrein, is de rust helemaal verstoord. Als dan ook nog een douche handelaar zich ermee gaat bemoeien, dan lopen de gemoederen erg hoog op. Wij wensen u veel kijkplezier bij Visa. Heb jij nog niet afgenomen?
schoenen. Ik zou het nu wel even gauw doen. Nee, laat nu maar. Anders zit ik in die natterheid. Haal even een kussen voor me. En een kopje thee. Jawel, mevrouw. Goedemorgen, mevrouw Verschieten. Wat een weertje, hè? Oh, goedemorgen, mevrouw Stam. Nou, ik vind het nog wel een beetje frisjes. Nou, vindt u? Nou, volgens mij wordt het een prachtige dag. Wil u ook een bakkie? Nee, dank u. Ik drink niet deze op de vroege ochtend. Zo. Kijk eens. Een lekker bakkie komt. En een kusje. Oh, dank u, Bet. En is de krant wel? Nog niet, mevrouw. Wil u een drankje van mij? Ja, hier zijn ze al bezorgd vanwege de winkel, ziet u. Nee, dank u. Ik heb mijn eigen ochtendkrant. In mijn huis geen sensatie. En nou, ja, graag of niet. Ik heb trouwens dat suffertje van uw hier ook trouwen, hoor. Mevrouw van Swieten, die leest trouwens een hele net krant. Even intellectuele. Het is intellectuele, wat? Maar dat zei ik toch, mevrouw. Ja, het is wel. Doe jij de slaapkamer maar even, hè? Jawel, mevrouw. En breng de krant als die er is. Jawel, mevrouw. Morgen, tante Greet. Wat een weertje, hè? Goedemorgen, Wiebe. Wat ben jij er vroeg bij? Heb je nachtdienst in de piep of zo? Nee, ik hoef niet te werken vandaag. Ik ga zeilen met een paar vrienden. Maar pak die koffie, dat gaat er nog wel in. Ja, tuurlijk, jongen. Voor mijn uur dus is er al de koffie, dat weet je, hè? Ook al is het de tweede van de maand. Oh jee, duur. Ik ga het gelijk even halen. Ah, dan nee, jongens, zitten en drinken is koffie, hè? Ja, vanavond is vroeg genoeg. Over jou hoef ik me geen zorgen te maken. Dat is bij anderen wel eens wat anders. Nou, kijk eens aan. Lekker bakje koffie. Er gaat toch niks boven uw koffie, hoor, tante Greet. Slaan het. Mag ik trouwens met eten op je rekenen vanavond of ben je laat terug? Nee, ik denk dat we onderweg wat eten. Dus hoeft niet op mij te rekenen. Trouwens, ook niet op Linda, die gaat ook mee. Als het op tijd is tenminste. Gezellig voor je. Ja, en voor Linda natuurlijk, hè. Hey, wat pakken mij zeker al gezellig. En nee, tante Greet, geen dating service alstublieft. We gaan gewoon met de stelling eens uit. Nou ja, ik bedoel er verder niks mee, hoor. Nee. Ik ken hoe langer dan vandaag. Het zal niet het eerste stel zijn wat voor onder uw dak het huwelijksbootje in je stapt. Huwelijksbootje? We gaan toch gewoon zeilen, of heb je iets gemist? Nee hoor, kind, ga jij maar lekker varen. Of wil je eerst nog even een bakje koffie? Nee, we moeten gaan, anders komen we te laat. Tot nog even bedankt voor de koffie. En het geld dat krijgt u vanavond wel. Kom, Linda. Ja. Tot vanavond, tot gereed. Nou, veel plezier, hè? Toch wel een leuk stel, zo. Alhoewel. Een videotheekkamer is geen stewardess. Nou, ik weet het niet, hoor. Zo, hier is de krant, mevrouw. Dank je, Bert. Zeg, die jonge luider aan de overkant, hè, is dat allemaal familie van mevrouw Sam? Nee, dat zijn alleen de huurders. Oh, nou, ik hoorde die twee alles tante Greet zeggen. Ach, maar dat is enkel voor de gezelligheid. Nou, ik had niet van dat soort gezelligheid. Ja, u bent van een heel ander milieu, zal ik maar zeggen, hè? Ja, dat is wel. Toch geen onaardige vrouw, hè, die mevrouw Stam. Heel anders als dat mens van die stoperij. Oh, die is echt ordinair. Ik begrijp trouwens niet dat zoiets kan. Het is toch een schande op ons pleintje. Maar waarom gaat u niet eens verhuizen? Ja, als u het huis verkoopt, kunt u een pracht van een flat kopen. Aan het water bijvoorbeeld. Maar Bet, dit is mijn geboortehuis. Hier heb ik mijn hele leven gewoond en mijn familie ervoor ook al. Oh, het idee. Oh jee, ze is helemaal overstuur. Gaat nou maar
mag. Maar wil jij verhuizen dan? Ja, die kamer is niet veel groter dan die van jou, hoor. Nee. Ik weet iemand die woonruimte zoekt. Ze is echt heel aardig, hoor. Maar, ja, ze is muzikant. Ja, die moeten wel eens oefenen. Huh? Oh? Ja. En wat speelt ze dan? Toch geen drumstel, mag ik hopen, hè? Nee, saxofoon. Maar ze kan het echt heel mooi. Het klinkt echt heel mooi, hoor. Nou, laat de volgende week maar eens even langskomen. Maar ik beloof nog niks, hè? Nee, oké. Ik moet echt gaan. Als kom ik weer te laat. Ja, ga maar gaan, anders word je makkelijk boos. Zo, die jongelaars zijn weg. Verder met het nieuws. Krijg je naam wat? Zou Arie dat al gelezen hebben? Die schrik zich vast met de appelazers. Arie! Arie Sterk! Wat blijft hij nou? Arie! Ogenblikje. Dat is er. Wat sta je te schreeuwen, buur? Is de brand of zo? Nee, maar wel zoiets. Moet je eens luisteren. De gemeente wil het milieubeleid in het centrum aanscherpen. Vervuilende bedrijven moeten vrappen hun vergunning kwijt en moeten naar het industrieterrein verhuizen. En dus? Wat nou en dus? Nou, ik denk dat die werkplaats van jou daar ook wel onder valt, Arie. Als ik zie wat voor troep daar binnen staat, nou, dan is het maar een vies zaakje. Sorry dat ik het zeg, hoor. Ja, dat kan je wel eens gelijk nemen, Arie. Neem alleen al die vaten olie. Hé, hey, Joop, begin jij ook even. Ja, sorry. Ja, ik bel u straks even terug, oké? Okay? Ja. Wat staan jullie nou een herrie te schoppen? Er is helemaal niks aan de hand. Nou, daar ben ik helemaal nog niet zo zeker van, Arie Sterk. Want die brief van de gemeente die ik gisteren gekregen heb, nou, die liegt er niet om. Zit je een beetje in mijn borst te snuffelen? En nog wel een aangetekend ook. Nou, ik moest toch kijken wat erin stond. Kom wel dringend wezen. En jij was de hele dag gisteren niet aanwezig. En ik kon je ook niet bereiken. Dan kun je toch even bellen? Ha! Thuis nam je niet op en dat gekke ding waar je de hele dag mee aan je oor loopt, dat is constant in gesprek. En dan die berichtjes, nou, daar begin ik helemaal niet aan. Ja, ik zal hem wel eens even lezen. Het zal allemaal nog wel meevallen. Nou, Krijg nou wat? Ja, zijn ze nou helemaal? Ze bekijken het maar. Ik blijf hier zitten. En ze zien maar hoe ze me wegkrijgen. Nou, maar. Ik heb beter op bewaar. Je weet nooit of ik me mooi heb. Ja, gelijk heb je, joh. Maar, als slepen ze die hele werkplaats naar Timbuktu. Ik blijf hier wonen. Zullen we maar even een bakje doen, joh? Nou, is goed, Reska. Ja. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ach, het zal allemaal wel mogen. Dat je mensje zoals hij die... Ik koop je onder, hè? Ik ook!